Brand in het voormalige klooster aan de Vrouwenweg vanmiddag. Even voor 2 uur werd de brandweer ingeschakeld. Wat is er gebeurd bij het klooster? Nou, even voor 2 uur kwam er een melding van brand in een studentenkamer hier in het oude klooster aan de Vrouwenweg in Leiden. Bleek dat er brand was ontstaan in de studentenkamer, mogelijk als gevolg van kortsluiting in een koelkast. Gelukkig konden alle studenten tijdig het pand verlaten en hebben wij de brand snel kunnen blussen. Het hele gebouw is ontruimd, hè? Ja. Hoeveel mensen wonen hier? Er wonen in totaal 87 studenten. Die waren niet allemaal thuis. Maar iedereen die thuis was, die is het pand tijdig kunnen ontvluchten. Ik begreep dat er ook nog wat doorslag was geweest? Ja, toen wij de brand geblust hadden, bleek ook nog een doorslag te zijn naar de zolder. Nou goed, die hebben we vervolgens ook snel kunnen blussen. Collega's zijn nu nog bezig, hè? We zijn nu nog bezig met het ventileren van alle studentenkamers. Om ook even te kijken hoe groot de schade is. En daarmee kunnen we straks ook bepalen of studenten weer terug kunnen of niet. Ja, want is daar al iets van bekend? Bijvoorbeeld de kamer waar de brand is ontstaan, is die nog bewoonbaar? Ik ben zelf niet boven geweest, maar bij dit soort branden is er sprake van heel veel rook. Dus die kamer zal naar mijn mening voorlopig niet bewoonbaar zijn.